Papa tegen papa. Trouwens. Nou, wat is dit? Ja, want, dit hoort Joep graag. Jij vecht tegen degradatie. Je hebt een wat mindere seizoenstart gehad dan normaal. Ik ben zelf ook een middenmotor. Het punt is, mocht jij deze winnen, dan gaan we samen ten onder. Gelijkspel is nog beter. Dan gaat het helemaal fout. Maar, hoe kun je 6-2 om in een gelijkspel? Oh, 6-2 bij rust. 9-9 aan het eind. Dat... Jij hebt mooie roze shirtjes. Dat is ook mijn stadion natuurlijk. Oh, dat Italiaanse commentaar is me nu al aan het afleiden. Hij zat bijna, hoor. Ik sta 5 minuten 0-0. Huppa! Ja, wat vind je van de... Ik ben benieuwd met die virtuele stand. Kijk eens. God, daar staat is iemand de trucendoos die opengegooid wordt, hoor. Scheidje, voor dit soort trucjes mag je geel geven, hoor. Kijk eens. Oh. Veel moeite met stilstaande momenten, zeg maar. Met inworpen, doeltrappen, dat soort dingen. Oh! Kijk, eerste schot is een feit. Maar ik ben echt nog nooit zo goed gestart, hoor. Dus jij kan er echt helemaal geen rekening van. Ik kan er helemaal niks van. Nee, nee, nee. Zie ik? Je speelt toch helemaal niet bij Feyenoord? Als je weet je wat, dan doe ik voor mij dienstplichtig. Oh, kut. Ik moet ook niet lullen. Ik ben hier natuurlijk best wel bekend in het lullen tijdens het spelen. Ik doe het in het echt ook gewoon de hele wedstrijd door. Ja. Je hoeft niet heel... Je kan heel lang niet spelen. Eén keer... één weekend terug. En ik zet RS, ik zet RS op die flank. Ik heb het langer volgehouden. Ja, op zich. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven als voetballer, maar ja, vandaag is echt wel echt het mooiste moment wat ik heb meegemaakt. Het is onbeschrijfelijk dit. Oh, One Hee Chan. Misschien kunnen we die nog naturaliseren tot Nederlander ook, want dat is een voetballer, hoor. Ik heb net Kevin de Bruyne, hè? Oh ja, ik heb wel Kevin de Bruyne nog. Jeetje, man. Stop de count. Ja. Stop de count. Ah, maar die spits die ik daar heb is natuurlijk ook one to watch, hè. Godverdomme. Oh, nou, dit wordt een kijkwijze 18 plus, want hier ben ik helemaal klaar mee. Ach, ja, boch. Oh, zat hij? Oh, en er wordt tijdrekken. 1-0. 1-0 handtekening in de ronde. Een korte slag. Ja, daar ga je. Oh, wow. Oh, ja. Ik heb die fluit nog in mijn mond, man. Jeetje. Die heb je doet helemaal niks. De gok, ja, ik, hoor. Het is ik ga niet scoren. Je was er wel net doorheen ook. Wat vind je van, lekker kopje koffie erbij. Stadion is ook subtiel, hè? Een beetje kleur erin gepompt. Oh, taglia nel mezzo. Snijd naar binnen in het Italiaans. Toch, gebruik ik toch mijn Italiaanse studie nog een beetje. Oh, dori. Oh, Salah met rechts. Die heeft helemaal geen rechterbeen, joh. Ja hoor, nee, dat ga ik winnen. Er komt er eentje aangelopen van 4 meter groot. Oh ja, natuurlijk. Oh, ik zag hem daar. Ik zag de keeper voor zijn goal staan. Hup. Ik ben hup. Oh, dat is een verkeerde hup. Net verkeerde hup. Dik Matty, ik ben weg. Oeh, dit zijn ballen. Oh jeetje. En dan heeft hij niet. Oh. Nou, die haal ik er meteen uit. Memphis! Oh, Jesus, sorry. Ja, het is jammer dat de shush eruit is, anders had ik die ervoor gegooid, hoor. Oh, dat is een goede bal. Spelen. Ik ken daar altijd niet meer. Oh,
Ethics. Zo zie ik het helemaal graag. Oh, wat gebeurt hier? Ik kreeg een blauw scherm. Ik weet niet of jij dat ook had? Nee. Ja, maar dat, dan telt deze wedstrijd niet. Oh. Scheidsie! Ja, dan is het. Dan is het rood, scheids. Als dit al niet meer mag, man. Ongelooflijk. Ja, wat mag er nog wel? Oh, Kevin De Bruyne, può essere letale, di questa distanza. Precies. Is hij ook aan het laggen bij jou? Hij is een beetje aan het laggen, ja. Oh, ja. Kijk. En dan gaat die porno-download weer uit, zeker, hè? Oh, en hij is buiten spel. Heb ik al een kans gehad, of niet? Ja, je had het eerste schot, toch? Oh ja. Ah, dat was geen kans. Loop dan gewoon, godverdomme. Dan is dit buitenspel. Het is geen buitenspel. Hij voelt dat hij niet van mij vandaan kan. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, matchfixing. Vermoeden van matchfixing, moet wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. Misschien zit er wel een Bel-Chinees op de tribune wat de laatste tijd verteld wordt. Ik ben een kakkelak, dus ik weet echt wel wat matchfixing is hoor. En jij trouwens ook, jij bent Ajax-ziet, jij weet hoeveel het kost. Nou, Ajax-ziet. Ik ben gewoon voor de winnaar. Ik ben al vaak Ajax geweest. Nou. Wat is dit nou? Die bal lag bijna in de 16, zover was hij nog binnen. Oh! Hens. Lekker, John. Zo, hé. Oh, even Toornstra erin. Oh, ik heb Toornstra ook. Wacht. Ik gooi Toornstra er ook in. Ik heb hem ook op de bank, volgens mij. Als het goed is, wel. Ja, Toornstra komt erin van Leimer. Dat kan niet anders. Oh, meer goed heeft gedaan dan mijn andere keepers tot nu toe. Kijk eens. Ik dacht dat ik hem een beetje in de gaten. Oh, fuck jou. Ah, ik ging voor de omhaal. Oh, maar die stond zo. Wacht even. Is dat Toorns? Oh, bij mij, was het ook Jens. Scheids. Ja, maar dat was ook nooit, Jens. Dat kan nooit reglementair gebeuren. Nooit van mij. Ik zou daar graag een herhaling van doen. Scheidsie! Ja, ik leg het neer. Als dit niet meer mag, dit is een schande. Hé, hey Kevin. Jij bent niet degene met een goede trap. Jensie. Wacht even, ik gooi even mijn muur aan de zijkant. Kan dat nog? Ja, zo. Nee, andere nog meer. Oh! Weinig subtiliteit ook van onze Jens. Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk weinig over wordt aangesproken. Is dat fijn? Ja. Ja, je hoort het overal. Gele kaart ook, de god. Ja, wat gebeurt hier? Oké. Ik ben de kapper. Dat als ik zie dat het plus 2 is en het is anderhalf minuut, dat ik dan die, het is even geen reden meer, dan geef ik die bal weg. Ik herken het heel erg. Ik krijg zo vaak een goal tegen bij plus 6 of zo. Of, en dan stond er, was het plus 2. Ja. Maar dan liet hij me doorgaan en we doorgaan. Ja. Ja. En dan heb ik klaar door dat ik denk, oh shit, ja, nu mag hij nog door. Ja, ik heb exact dit. Sowieso ook, want ik paas hem best wel vaak gewoon vanuit de verdediging. 2 goals weer voor Wanhee Chan. Is toch onderweg om Woutje Weghorst in te halen op de topscorerslijst. Oh, maar had ik even eerder moeten weten, man. Dan had ik je toch even geholpen. Ja, sorry. Dan had hij er 6 kunnen maken. Op voorwaarde dat bij jou, Jens Toornstra, er 2 had kunnen maken, zeker. Ja.